Het is nogal een interventie in een heel groot land met aanzienlijke mogelijkheden, met een relatief hoog opgeleide bevolking. Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Het is hem, kunt u mij horen? Er zijn veel mensen die vragen zich af, uh, gaat Maarten zijn excuses aanbieden voor alle voorspellingen rondom uh, Oekraïne? Ah, ja, dat, dat kan ik mij wel enigszins voorstellen, nee. Maar hij gaat natuurlijk niet zijn excuses aanbieden, dat zou een beetje wonderlijk zijn natuurlijk. Maar het gaat misschien uitleggen waarom hij op dat moment zei wat hij zei. Maar laat ik bij voorbaat zeggen: voor mensen die zich in het openbaar uitspreken over de toekomst, die hebben natuurlijk altijd het risico dat die toekomst zich anders gedraagt dan wat zij hebben voorspeld. En het grote voordeel van de critici is natuurlijk dat zij vooral de toekomst voorspellen naar die die reeds verleden tijd is geworden. Want zij weten hoe het afgelopen is en kunnen zeggen, ja, Rossum was volkomen bij het verkeerde eind. Terwijl wij thuis op de bank natuurlijk al maanden wisten hoe deze zaken zouden lopen. Ja, achteraf staat dit enorm makkelijk om gelijk te hebben. Dus de vraag is, waarom dacht ik op dat moment dat het tot grootschalige militaire actie niet zou komen. Dat was simpelweg een afweging van de voordelen en de nadelen van grootschalige militaire actie. En in mijn hoofd was het zo dat de nadelen eigenlijk aanzienlijk groter waren dan de voordelen. Dus ik dacht, dat zal Poetin waarschijnlijk ook wel inzien. En dan zal hij afzien van grote militaire actie. Hij zal misschien iets doen in het Donbass, maar hij zal niet overgaan tot... Waar hij tenslotte toe over is gegaan, namelijk kennelijk de verovering van de gehele uh, Oekraïne. Dat was eigenlijk mijn punt. En uh, ja, daar, ik kan niet anders zeggen dan dat ik Poetin op dit punt verkeerd heb beoordeeld. Dat kan je overkomen wanneer je op analytische gronden uitspreekt over de toekomst. Het is natuurlijk een beetje gek om daar je excuses voor aan te bieden. Wat is dat nou voor volstrekte onzin? Je hebt je best gedaan, je hebt erover nagedacht, je hebt de factoren tegen elkaar afgewogen, je bent tot een conclusie gekomen. Die achteraf niet de juiste blijkt te zijn, dat wil ik graag toegeven. Dat komt natuurlijk vooral omdat Poetin een Oene is, die een besluit heeft genomen wat naar mijn idee. Niet waar, op de middellange termijn tot hele vervelende consequenties zal leiden voor de Russische Republiek. Daar moeten we het ook even over hebben. Maar waarom je excuses zou moeten aanbieden voor het uitspreken van een op zichzelf coherente gedachte, gebaseerd naar mijn idee op serieuze overwegingen, dat zie ik absoluut niet in. Nee. Eerlijk zou ik zeggen dat de critici er goed aan doen om hun excuses aan te bieden voor de nogal stomzinnige opmerkingen die zij zich gepermuteerd ja. hebben. Ja, de mensen vragen zich af: lees van wel eens iets? Heeft hij zich wel goed verdiept? Wat, ja, wat, dat wat is ook vrij geestig, <laughs> natuurlijk. Ja, voor Rossum, Ik denk zelfs dat als ik, eh, laat me zeggen, als ik me daar niet zo in zou hebben verdiept, als ik er niet zo over zou hebben gelezen, dat ik misschien makkelijker gelijk zou hebben gehad. Maar juist als je er enig verstand van hebt, als je dat geleidelijk aan ontwikkeld hebt. In de afgelopen maanden, want ik ben op zichzelf natuurlijk niet een Rusland-deskundige. Eh, dan zou je misschien eerder hebben gezegd. nou, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar juist als je er iets van af weet, zou je zeggen. Hmm, want dat vergeten het de critici ook wel erg makkelijk. dat eigenlijk heel veel mensen verwachten dat het niet zou gebeuren. Ik had een groot stuk gelezen in de New York Times. waarin uitgelegd werd dat met name ook in de elite in Moskou. Werd gedacht, nou het is intimidatie en daar zal het wel bij blijven. Interessant is natuurlijk ook dat men in de Oekraïne zelf. eigenlijk de indruk maakte niet te verwachten dat het zulke afmetingen zou aannemen. Dus ja, nogmaals, ik feliciteer allen die achteraf gelijk hadden. Niets niet is makkelijker dan achteraf gelijk te hebben. Maar nu de vraag: waarom is het, naar mijn idee, op de middellange termijn. Kijk, nu is die aanval, die is gaande. Eh, dat lijkt allemaal enorm spectaculair. Je kunt je ook nog niet voorstellen dat er iets rond of fout zou gaan. Moeten we ook nog afwachten trouwens, hoe dat zal, zich zal ontwikkelen. Maar laten we nou eens kijken wat Poetin op de middellange termijn heeft veroorzaakt. Met deze ah, inval bedoel met je? Met deze ja. inval. A. Ah, het feit natuurlijk dat hij al zijn tegenstanders op een hoop gedreven heeft. Dat. Natuurlijk, de NATO, die volgens vele informanten hersendood was, weer uit de dood is herrezen. Zijn de, kijk de kabeltjes. Oh ja, ik heb geen water meegenomen. Wat wil je dat nog gaan halen? Dit is water met prik, wat ik hier trouwens in. Nou, dat is geen probleem. Als er maar geen smaakje aan zit. Oh, nou, ja, dan geef ik die aan je. Ja. Kijk, hier. Nee, dan draai dat dopje nog af, want dat zijn al dingen die ik niet kan. Oké, okay, zo. Ik ben een heel slechte dopjesafdraaier. Kijk, een hele fles is wel een volle fles, hoor. Je moet even oh, kijken waar je hem neerzet. Oké, okay, okay. ik ga dat heel voorzichtig hanteren. Ja. ja, hij heeft de tegenstander op een hoop gedreven, hij moet rekening houden met sancties. Op tal van terreinen, zware sancties. Op tal van terreinen. Daar zal hij al deels rekening mee hebben gehouden. Hij wist natuurlijk wat er aan zou komen als hij dit zou doen. Dus eh, misschien dat de impact aanvankelijk niet al te groot is. Ik moet nog maar afwachten, natuurlijk. Hoe ernstig die sancties zouden zijn. Maar feit is natuurlijk. Dat, dat, ja, dat die hele kwestie natuurlijk in Europa van, van verdediging, defensie, strategie. plotseling een heel hoge urgentie heeft gekregen die er niet was. Dat heeft hij nu veroorzaakt. Namelijk dat de tegenstander waarvan hij zei. dat hij vond dat die tegenstander zich terug moest trekken. vanuit Oost- en Centraal-Europa. op dit moment helemaal geen zin heeft om dat te doen. En dan is er natuurlijk de kwestie dat hij in de Oekraïne zelf in feite een situatie heeft veroorzaakt waarbij die Oekraïne hem zeer vijandig gezind zal zijn. Nu en ook in de naaste toekomst en ik denk zelfs op de langere termijn. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat hij een gebied veroverd heeft, want daar kun je langzamerhand wel van spreken, wat onderdeel moet worden van de Russische Republiek, wat die Russische Republiek tegelijkertijd buitengewoon vijandig, Gezind is. Het is zeer goed mogelijk dat allerlei vormen van burgerlijk verzet in de Oekraïne tot ontwikkeling zullen komen. Dat kan zijn. Uh ja, guerrilla, dat zie ik niet zo. 1, 2, 3 zitten. Maar burgerlijk verzet op allerlei niveaus en op allerlei manieren. Dat lijkt me heel voor de hand te liggen. Omdat Oekraïne al eerder heeft getoond daar zeer wel toe in staat ja. te zijn. Wij wil een pro-Russische regering daar neerzetten. Hè? Dat wilde hij. Maar goed, een pro-Russische regering heeft er eerder gezeten. En Yanukovych is in de tijd met de, met de staat tussen de benen en richting Moskou gevlucht. Vanwege die burgeropstand op het Maidanplein. Hmm. Ik neem me even een slokje. Dus die mario uh, marionettenregering kan daar wel neergezet worden, maar uh, dat heeft niet echt. Dat vast... zegt niet zo verschrikkelijk veel. Een marionettenregering. Dus dat moeten we afwachten hoe zich dat uh, verder ontwikkelt. En dan is er natuurlijk nog een derde punt. Ja, dat we nu met enige schrik geconstateerd hebben. Dat, de, dat Rusland ook als leverancier van grondstoffen, uh, in dit geval in het bijzonder gas een totaal onbetrouwbaar en levensgevaarlijk land is. Dus dat wij er verstand aan doen wat dat ons ook mogen kosten om die afhankelijkheid zoveel mogelijk te reduceren. En dan zijn er natuurlijk nu nog allerlei overwegingen of nog veel strengere sancties in te voeren enzovoort. Vandaar dat ik alles overwegende dacht nou, het is niet verstandig om dit te doen. Nog afgezien van het militaire risico dat we nog maar moeten afwachten. hoe vlot deze verovering van een enorm land, want dat is het, zich gaat afspelen. Dus ik dacht, Poetin is net zo rationeel als ik. en zal dus ook wel dezelfde keuze doen. Maar dat is hij niet. Daar heb ik me in vergist, dat hij eigenlijk een een diep gefrustreerde man is die met allerlei zonderlinge obsessies zit. Niet waar dat hij, dat hij in de tijd toen hij in Dresden zat als zonder knuppel... verrast was door het instorten van de Sovjet-Unie... en dat hij vindt dat dat hersteld moet worden... en dat de Sovjet-Unie ingestort is door algehele lulligheid... en dat hij vooral niet betrapt wil worden op algehele lulligheid... en zo kunnen we nog een aantal andere factoren noemen. En dat hij vindt dat de Oekraïne eigenlijk niet... Het recht heeft op een soeverein bestaan. Hmm. Het is een Sovjetman. Uh, er is wel heel veel veranderd door de jaren heen. Want in 2001 was hij de eerste die Bush belde, volgens mij, toen 9-11 had plaatsgevonden. Zeker, Zeker. Poetin is gestart met, met, laten we zeggen, een, een houding een sympathiek ten opzichte van het Westen. En dat was toen al nadat uh, de NATO op zichzelf uitgebreid was naar Centraal- en Oost-Europa. Daar is hij uiteindelijk van teruggekomen. En dat heeft te maken met weer een andere factor die waarschijnlijk ook een rol gaat spelen op de middellange termijn dat zijn gezag met name na 2014 in 2014 heeft hij in de tijd die de Krim bezet en die Ongelooflijk lullige, klunzige republiekjes in, in het oosten van de Oekraïne. Eh, op, op touw gezet. Eh, na dat moment, aanvankelijk deed hem dat heel veel goed. En was hij enorm populair vanwege die Krim en zo. Maar eh, dat is in de tien jaar die daarop gevolgd zijn, is dat langzaam weggesteken. Met als gevolg eigenlijk dat zijn machtsbasis eh, in, in, wel aangetast is. En dat, ja, dan komen we aan een probleem wat ik ook wel ter sprake heb gebracht, maar wat op een of andere manier bij niemand enige indruk maakt, namelijk dat die Russische economie dat, dat niet bijster veel voorstelt. Ja, we hebben het nog eens gehoord, het is, hij is minder groot dan die van Spanje. Nou ja, dat geeft te denken, zou ik zeggen. De ja, Duitse economie is drie keer zo groot als de Russische economie, dan heb je een beetje idee van verhoudingen. En de groei in de afgelopen tien jaar is minimaal geweest. De hele vitaliteit ontbreekt eigenlijk aan de Russische economie. En dat, is natuurlijk, dat, dat doet ook het hele draagvlak van zijn regime verschralen. Dus sinds die tijd, eigenlijk in de afgelopen decennium, heeft hij verder gekozen voor dat hypernationalisme. We worden bedreigd. Eh, het is schandelijk wat ze Rusland aandoen. Het maar waarom arme Rusland en... Waarom heeft dit. hij dat gedaan? Wat lag daar aan ten grondslag? Het feit dat zijn steun natuurlijk geleidelijk aan wegsiepelde. Hij, hij moet in, zijn partij is buitengewoon impopulair. Maar ook uit opinieonderzoek in Rusland blijkt dat, dat het vertrouwen wat de Russen in hem hebben, en wat groot was zonder meer, dat dat aanzienlijk gesleten is in de afgelopen jaren. Ja. En het oprukken van de democratie naar het oosten? Nou, dat is natuurlijk een factor die hem enorm veel angst inboezemt. Die natuurlijk ook de voormalige Sovjet-Unie altijd enorm veel angst inboezende. Het feit dat je kunt zien dat een democratie beter functioneert, niet waar dan een politiestaat. Want dat is wat Rusland is, dat is een politiestaat. Nou, Hij is ook steeds afhankelijker geworden van laten we zeggen, dat politiestaatapparaat. He, dus dat hij als een opposanten of dood laat schieten op de drempel van hun appartement. of hij stuurt ze naar de gevangenis. of hij doet andere ja. verschrikkelijke dingen. Hij heeft toch ook twee legers? Eén extern voor het buitenland. en één voor hun eigen land, de mensen. Nou ja, hij, moet, hij, moet, hij, moet, hij is een autocraat. Hij is een dictator. Hij is een onderdrukker. En dan moeten we nog een factor in oog schouw nemen. In de afgelopen tijd. Er eh, zijn twee van de andere randrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, Kazachstan en Wit-Rusland. Daar hebben we ook het opmerkelijke verschijnsel gezien van een opstand van de burgers. En Niet zomaar, niet in optochtje of zo. Dat viel allemaal erg mee. Dat heeft vaak weken geduurd. En de Russen moesten eraan te pas komen, om de, want die hebben de uitgebreide ervaringen met dit soort van zaken, om de zaken in elkaar te timmeren. Eh, nu heeft hij dus de Oekraïne veroverd, of althans, hij is bezig dat te doen. Dat zal in de Oekraïne ook denk ik leiden tot, tot allerlei vormen van burgerlijk verzet. Is Poetin in staat? Zou dat mijn telefoon zijn, dan moet ik hem nog uitzetten. Ja, ik denk het wel. Ik, ja. want dat, ik, heb, ik krijg niks binnen. Dus ja, dit was een SMS. Dan ben, ik, dan ben ik het weer. Ja. Ook al een ramp met die telefoon. Ik dacht namelijk dat ik hem uitgezet had. Nee, maar zet hem even uit. Ja, ik zie het al, Poetin. Ja. <laughs> die zit natuurlijk mee te luisteren. Dan zit hier in dit autootje? Denk ik, allemaal afluisterapparatuur? Ja, die zit natuurlijk nu die het allemaal gehoord heeft. Denkt hij: Ik heb het toch verkeerd gedaan? Ja. Hè? Ik had er <laughs> ja. beter over na moeten denken. Ja. Dat begrijp je. Um, ja, dus hij zit eigenlijk in al die randrepublieken. Waar hij dus een belangrijke rol heeft gespeeld. In het onderdrukken van burgerprotesten. Kijk, burgerprotesten die zijn wel onderdrukbaar. Maar daar zijn grenzen. Kunt tenslotte niet duizenden mensen gaan doodschieten, dan, dan, dan is je dan, regime in zekere zin ook aan, aan sluitage onderhevig. Op een zodanige manier dat er waarschijnlijk een eind aan komt, hoewel je er heel ver mee komt. Dus dat heeft hij ook nog. En bezie ik het zo, dan is zijn, zijn positie in feite relatief instabiel. En het probleem met zo iemand als Poetin is natuurlijk dat hij het hele politieke en sociale apparaat van dat land. Verschaald heeft, uitgekleed, dat heeft geen betekenis meer. Hij zelf kan daar ook geen beroep op doen. He? Mocht er ooit een soort burgeropstand tegen hem komen, of wellicht nog erger en nog bedreigender, een ander deel van die elite van dieven en moordenaars zeggen: Nou ja, die Poetin heeft het een beetje kwijt, die moeten we, daar moeten we iets aan doen. Dat gebeurt vaak in dit type van landen, dan heeft hij, kan hij ook nergens een beroep op doen. Dat, of die dat overleeft, dat is zeer de vraag. Dat is even een reden dat deze lui eindeloos aan de macht willen blijven, omdat ze denken: ja, als het klaar is met de macht, dan is het meestal ook klaar met ons leven. Nou, is Poetin nu, geloof ik, 69 of zo. Hij ziet er wel vief uit voor zijn, voor zijn leeftijd, dat wel. Maar ook die, ja, die lezing die hij die hield en zo, dat je denkt: ja. Hij is het spoor wel een beetje bijster. Dat is ook kritiek het natuurlijk. Het maakte al op mij niet een erg rationele indruk. En daar ben ik in de fout gegaan natuurlijk. Ik dacht dat het uiteindelijk toch een proces zou zijn voor rationele overweging. Hmm. Maar hij voelt zich bedreigd door, door het, het Westen, door de NAVO. Hij voelt zich overal door bedreigd. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat zit is er een, altijd een heel slecht teken. Zit er een kern van waarheid in? Want de NAVO heeft natuurlijk, of de Amerikanen hebben, tussen neus en lippen doorgezegd... we gaan dat niet uitbreiden. Ja, dat is heel stom. Dat is gesuggereerd in ieder geval. De Duitse onderhandelaars uh, die hebben dat zeker ook gezegd. Kool uh, en zo. Uh, en dat, uh, dat op die belofte is men in zekere zin teruggekomen. De Amerikanen zeggen: uh, Nou ja, we hebben dat in ieder geval, niet, wat we ook gezegd of gesuggereerd hebben, we hebben het nooit op papier gezet. Het is achteraf gezien, denk ik, een niet verstandige gang van zaken geweest. En wat ongelooflijk stom was... was dat die jonge Bush op een goed moment... onbewaakt moment... die had heel veel onbewaakte momenten... heeft gezegd van ja, Georgië en, en Oekraïne... kunnen ook best lid worden van de NATO. Ja, dat was natuurlijk tegen, volop tegen het zere been. En we weten hoe dat toen voor Georgië is afgelopen... en nu loopt dat op dezelfde manier af voor de Oekraïne. Hmm, ja. Dat wil niet zeggen dat, dat dit op zichzelf, een, 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 he, gezien de ontwikkelingen, een propositie is waarmee eh, Poetin blij zou moeten zijn. He, deze, deze hele reactie, uit, in feite uit, uit paranoia in de breedste zin van het woord, is naar mijn gevoel niet verstandig. Anderzijds moet je nu zeggen, nou ja, misschien was het toen niet verstandig om die NATO uit te breiden, want dat heeft... Rusland natuurlijk onzeker gemaakt of gezegd, ze hebben gezegd: van ja, wacht eens even. En wij hebben onze posities prijsgegeven en daar hebben jullie geen rekening mee gehouden. Maar als ik nu in Estland zou wonen, of in Letland, of zelfs in Polen, dan zou ik denken: godzijdank zijn wij lid van de NATO geworden. Vanwege en, artikel 5. Ja, want dit is natuurlijk een hele complexe, complexe situatie waarbij toen tot tijd was het niet verstandig. Die uitbreiding van de NATO. Maar achteraf moet je zeggen. Hè? Wie weet als we, als we daar in een, op een ander moment Oekraïne lid hadden gemaakt van de NATO. Hè? Ja. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op Finland en Zweden, die geen lid zijn. Moeten die zich zorgen maken? Ja, daar zou ik zeggen van niet. Maar goed, ik woon niet in Finland of in Zweden. Maar ik denk dat het niet handig is om die. Kijk, die lui die uh, werken al heel intensief samen met de NATO. En dus ja, op zichzelf is het niet direct noodzakelijk. Rusland opnet. heeft wel gewaarschuwd, hè? Van pas op. Ja, Rusland kan natuurlijk allerlei lui waarschuwen, maar daar zijn de risico's. Als je daar de zaken aan zou pakken, zijn de risico's wel een stuk groter. Wat is het verschil dan? Ik, ik ga eruit vanuit dat bij een eventuele Russische aanval op Finland. waarom zou die trouwens ondernomen worden? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat, dat het Westen zeker in beweging zou komen. Maar wacht even, waarom kon dit? Omdat de Oekraïne geen lid was van de NAVO. En naar het idee van Poetin, niet zozeer een bufferstaat, want ik denk dat iedereen wel ervan uitging dat de Oekraïne een soort bufferstaat was. Nee, Poetin was van mening: het is een onderdeel van Rusland en moet een onderdeel van Rusland worden. En daar had hij allerlei overwegingen voor, namelijk hè, historische overwegingen en natuurlijk in, het, in zijn achterhoofd vanzelfsprekend de gedachte, ja wacht nou eens even, als die Oekraïne een bloeiende tent wordt dan straalt dat natuurlijk hoogst ongelukkig af op die, op die stralen politiestaat die ik heb georganiseerd en waar ik alleen mijn goede vrienden hè, eh, profijt van hebben en ik zelf. Ja. Kun je zeggen dan dat, uh, dat ons iets kwalijk uh, valt te nemen, uh, als we Westen zijnde en als NAVO zijnde? Nou ja, historisch kun je zeggen: hoe verstandig was het om in de late jaren negentig en de vroege jaren van de nieuwe eeuw die NATO uit te breiden? Dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Maar ondertussen is de situatie zo gedraaid dat dat eigenlijk niet bijster relevant meer is. En dat je nu zegt: nou ja, dat mogen zo zijn. Maar toch fijn dat we de NATO wel hebben uitgebreid. Want dat geeft toch een soort van garantie. Al moet je natuurlijk zeggen dat zuivere strategische drie Baltische republieken natuurlijk niet te verdedigen zijn. Mm, ja. Ja, maar je kunt, wel, je kunt wel andere vormen van verdedigingsmechanieken proberen te bedenken. Ja, vrees je nog voor die Baltische staat? Nee, dat vrees ik. Eigenlijk maar er niet ligt ook voor. een stukje uh, nee, Russisch. Rui, gebied, is, hè? Moet die is, moet die deze zaak tot een goed einde zien te brengen. Dat moet gestabiliseerd worden als hij daar al in zal slagen. Want kijk, misschien moeten we ook een leuk overzichtje maken van interventiepolitiek van de afgelopen 20, 30 jaar. Ik zat nog te bedenken: wat is nou de meest effectieve interventieaanval ooit geweest? Dat zijn de Duitsers op Frankrijk. In mei, juni dagen van 1940, niet waar, wanneer ze als een warm mes door de boten in drie weken, niet waar, van de Franse grens naar de Noordzeekust lopen. Nou, lopen is misschien niet het juiste woord, maar dat ging wel erg makkelijk en, en, en snel allemaal. En nou ja, tel er vier jaar bij op. En wat zie je dan? Dat halen hier de landen op de Normandische stranden. En dat het eigenlijk binnen een jaar is afgelopen met Nazi-Duitsland. He, laat ik, Irak, he, God, dat was ook wat een interessante, dominante, indrukwekkende vertoning. Je weet nog dat dat beeld omver gehaald werd van, van Saddam Hussein ja. op dat plein in Baghdad en zo. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is, maar slecht. En ja, je durft het nauwelijks te zeggen in dit verband. Afghanistan, he, waar de Russen natuurlijk een ongekende, echt beschadigende zeepert hebben gehaald in de tijd. He, toen ze daarin, wanneer in, in was het, 81 of zo, geïnterveneerd hebben. En ja, de Amerikanen hebben het er niet veel beter van terechtgebracht, moet je constateren. Dus interventiepolitiek, dat is. Kijk, op het moment dat je eraan begint. Niet waar, lijkt het allemaal enorm indrukwekkend. En ja, goed, het tragiek is natuurlijk dat de Oekraïne geen luchtmacht heeft. Voor zover ze een heel klein beetje luchtmacht of luchtverdedering hadden, is het uitgeschakeld. En in de moderne oorlog is het knap lastig om zonder luchtmacht steun, zonder luchtsteun te vechten. Dus ja, dat lijkt er nu allemaal heel gunstig uit te zien voor uh, het Russische leger, ook wel we ook dat nog moeten afwachten. Maar hoe ziet het er over vier jaar uit? Dat zou ik graag willen weten. Je kunt het spel beginnen, maar het beginspel is makkelijk. En het pionnetje naar voren en zo. Maar het eindspel. Het eindspel is complex. En het eindspel bij al die interventies die ik genoemd heb, is totaal mislukt. Het heeft enorme schade toegebracht aan de interveneerders. En ik, ik acht het zeer wel mogelijk dat dat nu weer zal gebeuren. Het is nogal een interventie in een heel groot land met aanzienlijke mogelijkheden, met een relatief hoog opgeleide bevolking. Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Wat zou Poetin. Dus ga kunnen... ik mijn excuses aanbieden aan al die critici. Nee, denkt u er zelf eens wat beter over na. Hè? In plaats van allerlei gemakzuchtige gelul te vertonen. Wat zou Poetin kunnen stoppen? Nou ja, zoals iemand heel treffend zei, kan hij niet dood. Ja, dat is dan inderdaad een hele fijne oplossing. En dan is het denk ik ook wel eens een beetje afgelopen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat gaat gebeuren. Um, ik heb geen idee. Voorlopig staat hij op winst. Maar je moet dat anders beoordelen. Je moet het beoordelen over de komende vijf tot tien jaar. En dan betwijfel ik in hoge mate of die op winst staat. Ik, ik geef geen cent voor de toekomst van de Russische Republiek. Het is een enorm land met een waardeloze bureaucratie, met een waardeloze economie, wat in feite leeft van de verkoop van grondstoffen ben daar niet zo enthousiast over. Maar wacht even, Westerse bedrijven die, die gaan maar dolgraag daar naartoe om zaken nee, te doen. Nee, dat al die doen ze helemaal niet. Er zijn genoeg Als je daar je succes hebt, wordt de boel afgepakt, dus je weet ja. denk aan de Shell. Ja, maar goed, er zijn er genoeg die daar toch deals hebben gesloten. Uh, Gasunie ja. met Gazprom, met Balkenende en Poetin op de achtergrond. Ja, ja, zeker. hoop dat gasten hebben we nu spijt van? Hè? Ik, nee, men is in het algemeen niet zo verschrikkelijk enthousiast over de vitaliteit van de Russische economie. Wat, wat ook eigenlijk vergeten wordt, is dat een, een aanzienlijke groep van hogescholden permanent verdwijnt uit Rusland. En je begrijpt wel, als je hogeschool bent, je kunt wat, wiskundige, natuurkundige, het kan van alles wezen. Zullen er zullen geen historici zijn, neem ik, die massaal verdwijnen, maar goed. Eh, ja, je weet dat je in de rest van de wereld meer geld kunt verdienen, meer vrijheid geniet en een veel prettiger leven kunt leiden. Dus waarom zou je niet opkrassen? Ik denk dat als je het even na zou rekenen, dat er over de afgelopen twintig jaar miljoenen hogescholden zijn verdwenen. Problemen die zich altijd hebben voorgedaan in dit type van staten, denk aan de DDR. Die alleen maar in Berlijn naar de andere kant te lopen en dan. ...verdiende je vijf keer zoveel en mocht je zeggen wat je wilde. Ja, er zijn inderdaad verhalen van ondernemers die zeggen... ...nou, het kan goed gaan met mijn bedrijf, maar het moet niet te goed gaan... ...want dan komen ze langs en dan pakken ze je alles af. Zo is het maar net. Er zijn tal van voorbeelden van bekend. En als het maar heel goed gaat en nou ja, je denkt aan dat bekende Shell-drama... ...waar ze gewoon gedwongen zijn. Want ze hebben dan allerlei lullige technieken. Dat je de belasting niet op tijd betaald hebt en dat soort van dingen. En dan worden de spullen afgepakt. Nee. Rusland is een land zonder toekomst. Maar goed, als je ergens anders. Veel te groot, dat is het hoofdprobleem. Ja. Ja. Want laten we wel wezen: als je even het over de geopolitiek gehad, Wie het wereldeiland beheerste, die beheerste de wereld. Nou, dat hebben we gezien. Denk aan de Sovjet-Unie. Wat een totale ingrijpende mislukking dat tenslotte geworden is. Ja. Poetin heeft natuurlijk die sancties, die heeft het natuurlijk uitgetekend en die heeft het Ja, voorlopig zal hij die daar ook, omdat hij een enorme oorlogskas, heb ik begrepen, had opgebouwd. Miljarden. Ja, ja. omdat de, de, de prijzen de afgelopen jaren redelijk zijn geweest van, van de, voor de energie. en Nogmaals, hij heeft op geanticipeerd natuurlijk op deze situatie, maar dat is op de relatief korte termijn. Wij hebben het over de de middellange termijn. Oké. Okay. Als iemand mij zou vragen: zou jij op de middellange termijn zeer ruim investeren in Rusland? Zou ik zeggen: nee, dat zou ik zeker niet doen. Of het moest gaan om de export van dennenbomen, maar voor de rest zou ik dat niet doen. Ja, er, zat een, er was gisteren ergens op de tv iemand die houdt op. No? Hij heeft zelf nu gedemonstreerd dat, dat de zekerheid en stabiliteit, dat die, dat die nou ja, twijfelachtig is. Um, er zijn ook luisteraars uit Oekraïne. Deze mevrouw zat tot voor kort in het land waar nu oorlog is, is gevlucht naar Roemenië en ze heeft ons een bericht gestuurd met de vraag: mag ik delen wat ik heb gezien, wat ik heb meegemaakt? Laten we daar even naar luisteren. Hallo Tom, uh, thank you a lot uh, for your message. Um, I'm Julia, uh, Ukrainian, Russian-speaking uh, girl from Odessa region. I'm 26 years old and I want to share my story. i'm going uh, to poland to help ukrainian refugees by car uh, yesterday my parents um, pushed me to go to moldavia it was uh, um, the hardest de decision in my life and the worst day ever i'm only one child in my family and my father will go to protect my country and my mom will stay with him forever so Yesterday, maybe I hugged them the last time in my life. I don't know. Two days ago, me and the whole country woke up uh, from the sounds of bombs. And I really wish none of uh, you experienced uh, this. Uh, the whole country is like I, I even you know like i even have like no words to express how it's awful and terrible and shouldn't be uh, on the planet our presidency is super brave perfect i'm really proud of him how he supports us <sighs> my message is the need to stop the military aggressions right now, immediately, Russia is attacking us from the sky with rockets, and we don't have enough resources to protect our cities, our people. They are attacking with rockets. They shoot houses. Yesterday, they uh, they made such attack for kindergarten, for. Kids, children, and uh, I really, really hope uh, that yours and other European governments can hear me and uh, will do something because uh, the situation is emergency, like the most emergency what you can imagine. Also, as with the sanctions, don't work. And we need the most uh, powerful sanction as possible uh, to cut the Russia from SWIFT, uh, stop buying their oil, gas, uh, like everything. Uh, I don't know what uh, can help, but we have to try, keep trying, to save our country and our lives. <laughs> Ja, dit geeft natuurlijk de trieste realiteit van dit moment weer. Mevrouw die dus uit Oekraïne gevlucht is naar Roemenië en die haar verhaal deelt. Zijn er meer van dit soort verhalen? Zoek dan contact met ons als wij via de podcast daar ook een rol in kunnen spelen. Contactgegevens vind je in de beschrijving. Maar goed, die sancties, want je, je wil toch als, als NAVO-EU iets doen. Zij gaan altijd met sancties, er wordt er gezwaaid, maar het, heeft weinig, uh, het maakt weinig indruk. Nou ja, dat moet even wel nou, wachten. Ik denk dat die twee banken, die twee staatsbanken, of althans die banken die grotendeels in staatsbezit zijn, die gaan dat wel maar goed merken. En, en, en hoe heet het? Paul Krugman had een aardig stukje: dat, dat als we de, laten we zeggen, verborgen fondsen van, van de rijkste Russen zouden weten aan te pakken. Hè, die door corruptie en witwasserij eh, overal in het Westen zijn ja. belegd. Nou, niet heeft Rutte daar een keer voor gewaarschuwd, hè? Zo van let ja. op, bedrijven gaan in Nederland geld ja, als, je, als je dat zou kunnen doen, maar dat betekent dat we ook onze eigen corruptie moeten bestrijden. Want ook wij hebben rijke mensen die geen belasting betalen en via de Kaiman eilanden of andere onbetrouwbare criminele eilandjes uh, hun, hun geld onttrekken aan, 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 de, aan de overheid, laat ik het zo zeggen. Ja, ook daar moet je natuurlijk zeggen, want het is wel opvallend natuurlijk dat de Russische elite, dus al die, al die multimiljonairs, eh, miljardairs moet je spreken, beleggen die hun geld in eigen land. Hè, dat is altijd een signaal dat je er wel vertrouwen in ja, hebt. Dat is niet zo. Stel voor dat jij een miljard verdient en je wil het toch niet naar de cayman eh, gaan exporteren, dan nou, beleg je het in eigen land of in West-Europa. Eh, dat doen Russen dus niet. Die beleggen dat geld niet in eigen land omdat ze... Precies weet hoe het in elkaar zit. He, dat het allemaal zo onzeker als de pest is. Ja, maar dan toch even over die sancties. Want ja, uh, Putin, we zeiden net, wat kan Poetin stoppen? Nou, die sancties in ieder geval niet. Dat voorlopig, zal hem... voorlopig niet. Voorlopig heeft hij, heeft hij voldoende buffer om, laten we zeggen, die sancties op te kunnen vangen. Al zijn die sancties niet prettig voor Rusland. En ook niet voor het ons. Het is een zwakke economie. Ook niet voor ons. Maar wij hebben geen zwakke economie, maar een sterke economie. Maar goed, de, hij heeft al gezegd van uh, met VDF, die daar nu uh, verantwoordelijk voor is, die heeft al gezegd. Nou, we gaan met dezelfde zaken gaan wij terugslaan. We zullen het spiegelen prima. Laten ze dat vooral doen. Het is een economie van Piet Prik. Ik ben heel benieuwd. Ze kunnen dat met die energie, kunnen ze heel veel vreemde dingen doen. Maar ze staan honderd keer zwakker dan wij. En met wij bedoel ik. In principe het westerse kapitalistische systeem. Ja, dus dat de gasprijzen hier wat oplopen en dat, ja, met dat kan Ja, dat kan. Dat is te compenseren door, door subsidieregelingen. Ik denk ook dat dat er wel van zal komen. Want voor heel veel mensen op kleine budgetten is het vrij rampzalig als je je energierekening vertweevoudigt. Dus ook hey Rutte met je kabinet 4 doet er iets aan. Ja. Dat met is dus... vrij simpel, zou ik zeggen, ja. om, die, om die, kosten, die extra kosten te spreiden over de hele bevolking. Dus ga ik mijn excuses aanbieden? Nee. Denkt u er zelf eens wat beter over na? Hè? Wil je meer weten over de achtergronden en de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie en de leiders van dat land? En Stalin hebben ze toen bij die Kremlin muur begraven. Luister dan ook naar de luisterboeken Lenin en Stalin. En we zullen zien dat dat de meest fantastische en rampzalige effecten met zich mee heeft gebracht. Je vindt ze via het linkje in de beschrijving. En ik moet u eigenlijk waarheidsgetrouw er even bij zeggen dat ik helemaal geen deskundige ben op het terrein van Lenin en Stalin.